But when the time comes, I will be ready. Liar! Ah, an LAI's men are disabling substations. Man, he sounds tired. Let's see what they think of our overcharge. Don't blame him, in fact, for all that. Ik weet niet zeker of dit zetbestel was of niet, een tijdje geleden. Maar ja, we zijn zo'n beetje in het eindegebied nu. We hebben nog maar 6 parts over. Dus ja, het wordt interessant. Ja. Ja. Ik zat Code 2 op te nemen en toen dacht ik van wacht eens even, ik moest op de One Piece dat ik die in die stream bekijken. En blijkbaar hadden we heel veel fucking storingen tijdens de stream. Dus de stream duurde wat langer ook, dus ik heb gewoon fucking laat opgebleven terwijl ik dat niet wilde. Why do you do that to yourself? I just wanted to watch the stream, man, and play One Piece by the Warriors 4. Okay. Ik heb maar 1,5 uur van Code Vein kunnen opnemen, okay? Jesus, calm down. Well, that's not the problem, it's gewoon dat je de hele tijd maar jezelf fucking pijn te laten leiden, dat je kunt slapen en shit. You keep it up, we're gonna turn this place around. Tenzij de fucking boom beatboxes weer luid aanstaan en shit. Nee, die gast is verhuisd nu. Oh, this is such a bad idea. Oh ja, de bomber wil zichzelf opgeven. Except dat, he lied. En dat ga je elke keer horen wanneer je doodgaat. Vaak gaat het gebeuren hier, want anders is het een one-hit kill. Er is een blast shard daar! Wow. Oh, there we go. There's the one to kill. This is elke keer. Jesse Turtle suffering. Ja, dus alles hier is de one to kill uitkijken. To be honest, ik verwachtte meer dat de bommer zichzelf ging opgeven. Hij werd gepakt, hij werd opgestoten en dan zou hij zichzelf opplaatsen in de gevangenis ofzo. Nope. Waarom zou hij dat doen? Hij had ons vermoorden. I guess so. Wij zitten niet in de gevangenis, of niet? That's close enough! Maar how did you do that? You teleport! Oh, that guy has certainly a threat. Hij is degene die al die blast shard bom heeft achtergelaten in de stad, weet je wel? Right. Ja. Yeah. I don't know what happened, something just blew up, anyway. More blast shards. Awesome. Ja, toch? Zeke, I'm at the warehouse. Sure we're gonna find the war here. Oh ja, Zeke heeft gehoord van zijn militia vrienden dat Zeke heeft gehoord van zijn militia vrienden dat er een blast core ergens in deze warehouses zijn. Interesting. Natuurlijk zit het in de laatste warehouse die we vinden. We zijn 4 ervan. This will be the easiest blast core we ever got. Go on, crack it open. No blast cores. Only money. The fuck. I did find some property deeds. 3 other warehouses. Okay. Well, maybe we got the right idea, but the wrong warehouse. Hell, looks like we gotta search them all. Guess we'll do that then. Well, it's gonna be easy. We did pretty empty, right? Come on, guys. Yeah. Obviously. Klaar in secondes. Why? Hey, man, you're Batman. Fuck you, shotgun guy. Scott Vane runt weer goed, by the way. Nice. Ik guess dat is wat er gebeurt wanneer je de fans van je graphics card weer laat werken.
I see. Zo, so, het was je graphics card die gewoon aan het overhitten was vanwege een brain fart. Het waren meerdere dingen, maar het was like... wat ik heb gedaan om een computer sneller te maken, maar ik denk dat wel de grootste reden is dat like, ik heb de fans van de grafische kaart uitgezet, maar dat heb je terug aangezet. Ik was vergeten terug aan te zetten, het is like, oeps. I guess it happens, you know, you forget stuff. Ik heb ook een beetje de graphics card geklokt, overklokt, maar ik weet niet zeker... Ik heb het goed deed of niet, of het uitmaakt, maar goed. Enig probleem is dat ik heb een screen tearing, ik heb een betere monitor nodig. Ja. En dus ik geef je een tip als je ooit je monitor voor jezelf gaat kopen, like een goede gaming monitor. Zoek er een die tenminste like 144 Hz heeft of zoiets. Right. Want als je spel boven 60 fps gaat en je monitor is 60 Hz, dan holy shit. En je kan wel VSync aandoen, maar soms werkt dat niet. Nou, wat is eigenlijk de monitor die ik nu heb? Still no blast. Waarschijnlijk 60 Hz wat jij hebt. I'm sure there's a blast core out there. Let's keep looking. Je kan dat checken, geloof ik. Nou, waarom moet ik gaan opstaan en het beeldscherm gaan bekijken en shit, vind ik. Nee, je kan het via het beeldscherm ook bekijken. Haha, stupid. Ik had wel het like, fucking like, gebied gebruiken om de vijanden het moeilijker te maken. Dat is gewoon... ik heb 84. What the fuck? Waarom is het jou hoger dan die voorbij? I don't know. Moet je aan jezelf vragen waar je dat vandaan had? Nee, mijn vader had het wel even beeldscherm gegeven. Zegt van, hey, dit is dual screen toch? Nee. Dit is dual screen, kom op. Die twee halen wie er is, dual screen. Ja, yes, dat betekent dat ik twee fucking dingen moet gaan, meerdere dingen, accessoires erbij moet gaan halen. Lovely. Basically. Maar ik dacht van misschien kan ik één monitor voor, like, vervangen voor like, een 144 Hz monitor ongeveer. In elk geval, ik ging niet echt voor, like, wat is het nou met beeldschermen, ging ik niet echt voor iets gestort zoeken, weet je wel, like... Nee, maar jij kan zeker misschien Capcom spelen, waarschijnlijk ga je geen screen tearing krijgen. Waarschijnlijk, hè. Maar ik ga letterlijk gewoon zoeken voor, weet je wel, niet achterlijk duur, maar ook niet achterlijk goedkoop, like ook het 100 gewoon en dan klaar. Later zoek ik wel voor betere schermen, dacht ik, en dat is het. Zo'n beetje, ik zit gewoon te wachten tot ik een goede, 144 Hz beeldscherm heb. Dus dat ga ik gewoon, weet je, dan ga ik deze beeldscherm gewoon behouden. Ik koop gewoon nog een beeldscherm. Ik koop gewoon de accessoires erbij en het andere beeldscherm is dan gewoon echt bedoeld voor game. Maar het is wel, je kan twee beelden schermen tegelijk aan hebben en dan kan je één gebruiken voor één ding en like, de andere voor gaming. Ja. Je kan één gebruiken voor hentai en andere voor gaming, hè, dus het is de perfecte combinatie. Of ik kan ze beide gebruiken voor hentai. Oh, je hebt like de ultimate hentai als het zwaar. Ja. Maar ben ook dan hoogzet van plan om even een mooi plankje te gaan halen met wielen. Ja. Zodat ik die PC-box van mijn bureau kan afhalen en gewoon op de vloer kan laten rollen. Ik wil eigenlijk een soort like, tafel op wielen dat zo hoog is als deze bureau. Zodat ik het kan aansluiten op deze bureau en dan zit ik like, in een soort en dan heb ik meer ruimte voor spullen en zo. Oh ja, ze gebruiken gas nu. Dus fuck you. Nou, we zitten eruit dat we gewoon glazen hier ergens hebben. Oh, leuk, een open dak en alles. Fuck it. Yeah. Is dat that hard to get out? Right? It was a nice attempt though, let's be real here. Yeah, that's right. Wow.
Man, ik wil gewoon veel geld hebben. Ik weet je wat, ik heb eigenlijk, ik net iets gezien, heb ik er nu al geld voor. Maar dat is allemaal voor het sparen voor Japan. Dus, ja. Ik heb al best wel veel gespaard in totaal nu op dit punt. Dat weet ik ook. Maar in ieder geval zit ik gewoon lekker rustig te sparen voor het geval dat... Ik ga niet gewoon geld opeens strooien waar ik naartoe ga. Ik wil eerst 6000 euro hebben voordat ik een spel ga kopen, oké, jeez. Nou, dat zijn mijn dreams, right? Misschien als ik een andere baan heb. Oh, ik ben eens, het begint nu al dit zo'n beetje tijd te worden om lekker omhoog te gaan voor jou. Is dat meer, Ja. It's like, I don't know, je hebt best wel lang gewerkt voor nu. Je hebt best wel... Hoeveel werkervaring wilde je hebben, ongeveer? Just having it. Simpel. En nu op dit punt is gewoon, ik behoud gewoon een baantje. Zelfs als ik doorstudeer, dat die baantje blijft gewoon, zodat ik tenminste nog steeds geld voor mezelf kan maken. Who knows, maybe I'll become a manager and never have to go to school ever again. Kill me. En het wordt een manager by complete fucking accident. Ja. Ik blijf voor deze, maar hey. No, I'm gonna go to the job. Nee, dat is nog niks ergens aan, hè. Ik denk het gewoon nu dat ik weet je wel meer hogere salaris krijg en alles. Jesus fucking Christ. Just to get a fucking blast shard. You destroyed the whole blast fucking core. Plant. We krijgen een blast core. Blast core. Als we voor een blast shard zouden doen, is het ander verhaal zijn. It's like, what the fuck, ik doe dat voor zo'n klein dinky dingetje. Oh, we krijgen wel één blast shard ergens. Ja, nice. Oh, en hier hebben we de hoogste vorm van de ijsgasten. De Titan. What the hell is it? Dat is een goede vraag. Hij kan ijsbeam. Oh no, it's the most powerful ice-type move in the existence of ice-type Pokémon. What do you mean Blizzard exists? Ja, maar dat mist elke keer. Dat is ook de enige Pokémon die dat gebruikt, is fucking Abomasnow. Wat moet ik aan het doen? Snel. Gebruik Sunny Day, waardoor... Eigenlijk nee, hij is geen water Pokémon, dus het werkt zo op die manier niet. Nee, het werkt niet op die manier. Lijkt Pokémon niet zo logisch, Ennis. Jess, gooi een auto. De auto gooien is een fucking vechtsoort aanval. En de auto zelf is staal. Zo het busboard. Ik zit erover na te denken, though. Zou, weet je, like, als Sunny Day op is, zou ze gewoon niet moeten voor zorgen dat like, ijsaanvallen van wateraanvallen worden? Ja, look. Denk erover na. En anyway, je moet echt zijn zwakke punt like, exposen om like, voor de rest van weer schade te doen. Hij kan regeneraten, by the way. Dus hij wil blijven aanvallen. Als hij niet blijft aanvallen, dan gaat hij zijn health regeneraten. Right. Any game, I didn't know. Ik denk dat we de tijd moeten verslaan, en dat spraak ik niet zeker. Ernest, wist je dat Lessons 2 een springknop had? Yeah. Ja. Dus dat is een nooit, Lessons 2 heeft een springknop, nooit is dat gedaan, ooit, toch? Ja, is dat gedaan. Dus Lessons 2 is eigenlijk de enige spel met een springknop. Well, guess what, Zeke? Anything good? Oh yeah, I'm real happy. When there's a bonus, looks like I found Bertrand's briefcase. I thought Bertrand created these monsters simply to win back the respect of New Marais. But no. God, it is so much bigger. I see invoices for forced conduits to be shipped all over the world. Boxed product Supermen for sale to any warlord with cash. Unreal. This guy's gonna single-handedly start a new arms race. All nations fighting for control of people of mass destruction.
though. I mean, could this really be just about the money? When the guy just gives it all away? What's he doing? Is he trying to buy respect? Pay his way into heaven? No, that makes sense. Guy like that, he's out to save the world. Some grand old testament kind of way. No, I'm just not seeing the whole picture yet. Okay, dus ja, de ijssoldaten waren eerst de Afrikaanse like, soldatengroep en zo. En Bertrand kon zijn conduit veranderen en ze daarna verkopen aan warlords in andere landen om een grote conduitoorlog te veroorzaken. Oh boy. Yeah, maybe I better. Show you my new blast core. Okay, someone else is beating them there. Oh look, it's a meeting party. Fuck yeah, shotgun gast, fuck off. Ah! Natuurlijk, nu dat we in deze nieuwe gebied zijn, hebben we heel veel, like, laptops te verzamelen. Voicemail from Lucy Quo. I made contact with McGrath soon after I got here. He wasn't that hard to find. He is easy around women, otherwise I would have tried to romantic message. He's obviously still in mourning, so getting him to leave may be difficult. So far, my best angle has been you, Dr. Wolf. The promise of new powers never failed. Fucking koord gelokt als een fucking kind met snoep. Ja. Ah, ik heb een pracht voor je. Ik heb superkracht. Ik ben nu superkracht. Kom op. Iemand komt met de witte bus eraan met superkracht hier. Dus ja, Cole heeft een beetje een pauze nodig. Lijkt, hij moet even relaxen hier, oké? Okay? Man, the good old days. You're sitting at the fucking rooftop and drinking your ass off. What? Yeah, fuck duty, fuck responsibility. We're chilling. No, what about it? Is it a zoveel tijd? Ja, toch? We zijn de hele tijd aan het werken en zo. Kunnen een beetje chillen op een gegeven moment, toch? Zeg, heb je geen huis of zo terug in jouw fucking stad? Waarschijnlijk kapot door de quarantine. Tijd om de blastcore te pakken. Het is een beetje vroeg, maar doe het een beetje later dan, wanneer je ziek wakker is. Het is avond, het is like... Je gaat toch gewoon zacht toch een fucking lichtshow geven? Ik ben blij dat dit in de achtergrond gebeurt zo. Je zit gewoon in je drukking te slapen hier, dan komt er achter je zit gewoon deze hele andere fucking gasten als een bliksem uit de fucking laden hier. Nou ja, maar het is like, fucking... Je geeft een reusachtige lichtshow, wat als de ijskeis ziet en de shotgun gas komt erbij?